De eerste schrijver op de stip is Fabian Emanuel. Hij schreef het drama The Survivors. We zijn benieuwd hoe hij zijn synopsis zal verdedigen. Kijk mee. Deel van is bepaalde van deel van mijn situatie heb ik dus zelf erin gezet, maar het is een second een story van iemand die ik van dichtbij heb meegemaakt. En om het een beetje emotioneel te zetten, heb ik dus mijn situatie ook een beetje erin verwerkt. Oké. Okay, ja. Nu heb je een synopsis ingediend. Hè? Ja. En het moet een scenario worden. En een scenario is iets anders dan een synopsis. Dat klopt. Denk je dat je scenario kan schrijven? Nou, ik denk het. Waarom? Omdat ik heb erover gelezen. Ik ben nooit eerder in contact gekomen met schrijven met, in zo'n geval. Maar ik heb veel slagwerk gepleegd, ik heb video's gekeken. Dus ik heb toch wel erover gelezen om toch wel wat informatie te krijgen. En ik denk zeker met een beetje begeleiding moet het lukken. Heb je al een idee hoe je de film wil laten beginnen? Ja, ik heb al een idee hoe het moet starten. Dat zeker. Het staat zeker binnen in een huis waar er een discussie komt tussen vader en moeder. Want dat is het in feite hoe het in feite start, vader en moeder. En dan die kinderen dus staan te kijken hoe heftig het wordt. En op een gegeven moment gaat het dus daar. Dus je hebt in elk geval een idee waar ja, je naartoe zeker, wil? Ja, zeker. Oké. Kijk, een scenario schrijven, dat is geen script, hè? Nee. Daar ga je voor moeten zitten. Hoeveel tijd heb je dit geschreven? Eerlijk gezegd heb ik het geschreven in minder dan een dag. Ik heb het wel heel snel geschreven. Ja, achteraf moest ik wel correcties plegen, maar het verhaal op zich heb ik binnen een, zeg maar, 2 uurtjes gedaan. En hoeveel tijd denk je nodig te hebben voor het scenario? Voor een scenario, het hangt er vanaf. Het hangt er vanaf, omdat je dus echt op alle theoretische dingen gaat moeten letten. Ja. En eerst ga ik zeker focussen op die deadline. En op basis van die deadline ga ik zeker mijn schedule uitstippelen. Een ander ding. Heb je al enig idee wie in deze film moet gaan spelen? Of is dat voor jou nog niet belangrijk? Het is niet zo belangrijk op dit moment. Zeker heb ik een profiel beschreven, om ik het zo te noemen. Uh-huh. Heb ik wel zeker, maar als ik van persoon of zo heb ik nog niet in mind. Oké, okay, ik heb een paar dingen gelezen in je synopsis. Ja. Je moet, als je een synopsis indient, moet je ervoor zorgen dat er niet één fout erin is. Je hebt spellingcheck, ja. Alles, dat gaat bij het scenario helemaal gelden. Zeker. Oké, okay, omdat je... En heb je het herlezen voordat je... Ja, ik heb het herlezen en herlezen en laten herlezen. Dus een aantal keren gelezen. Oké, okay, ja. Wordt dit volgens jou een film van 90 minuten of denk je dat het iets langer gaat worden? Ik denk dat het rond 90 minuten gaat worden. Ga ik het zeker binnen 90 minuten, als het kan ietsje uitlopen, 100 minuten, maar rond 90-100 minuten zal het wel... Oké, okay. Wat belangrijk is bij het schrijven van een scenario is dat je volhoudt, hè? Ja, dat je zeker doorgaat tot het bittere eind. Dat je hoeft, klopt. Als je vastzit, ga je vragen natuurlijk. Hè? Zeker. En dat ben je ook van plan om te doen? Ja, dat ben ik van plan. En zoals ik eerder had gezegd, ik ben, wat het verhaal betreft, ben ik al wel bezig te schrijven. Het verhaal op zich. In het formaat van een screenplay is het nog niet precies, maar het verhaal op zich ben ik wel ermee bezig. En dan ga ik, want uiteindelijk is niet het verhaal belangrijk, nee, maar de screenplay. Het screenplay is belangrijk, precies. Zoals je hem opgebouwd hebt. Precies, maar dus die screenplay is dus dat wat je nodig hebt. Ja, ja. Maar het verhaal, zodat ik bij het screenplay niet moet zitten denken, hé, wat moet ik nog erbij zetten of zo. Maar dan heb ik al mijn verhaal naast me en aan de hand van mijn verhaal naast me, dus ga ik dan... Waarom is een screenplay volgens jou belangrijk? Een screenplay is belangrijk omdat je... Het is net als een guideline. Dus alles wat er gebeurt of wat er moet gebeuren zit in je screenplay. Uh-huh. Dus vandaar dat het dus belangrijk is en dat je het dus zo goed als mogelijk... Want het is iemand die het misschien moet geven en aan de hand daarvan moet de persoon, de producers... Producer eruit van gaan en... Niet alleen de producers, maar ook de cameraman. De cameraman, iedereen eromheen, ja, dus... Het is in feite je guideline. Oké. Okay. Nou, ik heb het gehoord. Ik ga je cijfer geven. Ik ga je niet zeggen wat het is.
Ja. Maar het klinkt niet onaardig wat je hebt gezegd. Ja, no? Succes, hè? Hartstikke bedankt. Fabian. Yes. Bedankt voor het kijken naar deze aflevering van iRide 6.0. Wil jij meewerken tijdens het produceren van een van de twee speelfilms? Maak die dan vroegtijdig aan ons kenbaar. Kijk voor meer info op bijlhoudmedia.sr. En vergeet niet te abonneren op BHM Web TV. Bedankt voor het kijken.